Op de satellietfoto zien we nog veel bewolking boven het oosten van het land. Dat hoort bij de regen die vannacht is gevallen. Vanochtend trekt die regen snel naar Duitsland weg en dan klaart het vanuit het westen flink op. We zien dus vanuit het westen op steeds meer plaatsen de zon schijnen, maar helemaal droog blijft het niet, want vanaf de Noordzee komen er ook buien aan. Met name in Noord-Holland en Friesland zijn dat best stevige buien, waarbij het ook kan onweren. In de rest van het land is het slechts een enkele bui en heeft de zon de overhand. Temperaturen vanmiddag rond 10 graden, trouwens daar zijn ze vanochtend ook al. De wind waait uit het zuidwesten tot noordwesten en is windkracht 2 tot 4, aan zee af toe windkracht 5. Vanavond neemt de buigheid af, daalt de temperatuur al naar een graad of 4 en in de nacht komt die plaatselijk dicht bij het vriespunt uit. Morgen overdag hebben we dan een flinke zonnige periode, blijft het vrijwel over de droog en wordt het 10 of 11 graden. Heel rustig weer morgen dus. Ook in de nacht na dinsdag weer lage temperaturen van rond of iets onder het vriespunt. En overdag is het dan zonovergoten. Alleen in het zuidoosten en oosten kan de bewolking komen. Vanaf woensdag neemt de bewolking overal toe. En dan wordt de kans op regen geleidelijk weer groter. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.